Dat mensen weer vertrouwen krijgen in hun lichaam. Daar zit wel mijn drijfkracht. Ik ben Annette Kofferman. Ik ben gespecialiseerd hartfalenverpleegkundige binnen Kordaan. Ik begeleid cliënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, die de diagnose hebben van hartfalen. Eigenlijk is mijn taak dat ik datgene weer herhaal wat er in het ziekenhuis al verteld is. En als ze het in het ziekenhuis liggen, dan horen ze zoveel, er komt zoveel op ze af. Je maakt mensen mee op de meest kwetsbare momenten. Waar we ook erg gericht op zijn, is die symptomen. Wat gebeurde er voordat je naar het ziekenhuis ging? En hoe kunnen we nou voorkomen dat het zover weer komt? En dat is het mooie wat ik doe. Je bent een soort centraal persoon. Want jij hebt contact met de huisarts en je onderhoudt contact ook met het ziekenhuis. Omdat ik thuis ben, kan ik dat zien. En dat is voor het ziekenhuis heel lastig om dat te zien. Je kijkt veel meer naar het totaalplaatje. Dat iedereen op de hoogte is, is denk ik ook voor een cliënt heel fijn. Vooral ouderen vind ik toch wel heel bijzonder. Ze vinden het gewoon heel fijn als je komt. En je bent ook een beetje het luisterend oor. Nou, misschien is dat de reden waarom ik gekozen heb voor het hart. Daar zitten emoties. Ja.